Hoe kunnen we onze wegen duurzamer maken? Dat is een vraag die we steeds vaker horen. Niet alleen van wegbeheerders, maar ook van de wegenbouwers en toeleveranciers. Vandaar ook onze focus op nieuwe asfaltmengsels, bouwmaterialen en wegenbouwtechnieken die kunnen helpen om de levensduur van wegen te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. In dit nieuwe bouwinnovatielab doen we zowel mechanische als fysisch-chemische testen om materialen te karakteriseren. Daarbij kijken we ook naar biobased materialen, lignine bijvoorbeeld. Dat is een natuurlijke lijmstof die onder andere in bomen en planten zit en dat daarmee een goede kandidaat is voor een nieuw soort bindmiddel in asfalt als alternatief voor de huidige bitumineuze bindmiddelen. Voor zoiets nieuws daadwerkelijk kan worden toegepast, moet wel eerst duidelijk zijn hoeveel het kost en hoeveel CO2 er tijdens het productieproces vrijkomt. En uiteraard willen we ook weten hoe het materiaal in de praktijk reageert op het wegverkeer en verschillende weersomstandigheden. Dat laatste kunnen we in dit nieuwe laboratorium op verschillende manieren simuleren en beproeven. Zo kunnen we asfalt kunstmatig verouderen en in een klimaatkamer testen wat de impact is van vocht en vorst op een specifiek asfaltmengsel. Ondertussen beoordelen we hier ook de werking van nieuwe onderhoudsmiddelen waarmee wegen een verjongingskuur krijgen. Een soort van anti-aging crème voor wegen, zeg maar. Dat is ook een interessante ontwikkeling. Want stel dat een weg die normaliter 12 jaar meegaat er dankzij zo'n speciale onderhoudsbeurt nog eens 3 jaar extra levensduur bij krijgt, dan kun je niet alleen veel geld besparen, maar ook aardig wat CO2-uitstoot voorkomen.